Twee jaar lang heeft Lars Boom naar deze dag toe geleefd. Hij is de te kloppen man. Het Belgische front probeerde Boom eerst mentaal kapot te maken. Dat lukte niet, maar in de race hoefden de Belgen geen eens zoveel moeite te doen om Boom klein te krijgen. Niels Albert ging vroeg aan. De enige die kon volgen was de Tsjech Stibar op gepaste afstand. Boom wisselde van fiets, niet tevreden over de bandenspanning. En dan weet Albert dat hij hard door moet fietsen. Dat gebeurt ook, maar Boom was op dat moment al lang uit het zicht. Zelfs het achtervolgende groepje ging te snel voor hem. En zo zijn het de Belgen die feestvieren in Hongarije. Niels Albert, hij gaat hier winnen. In zijn eerste WK bij de elite soleert hij naar de regenboogtrui. Stibar komt als tweede over de meet voor Sven Nys. En ver, ver daarachter pas Lars Boom. Als twintigste, maar wie een gebroken man denkt te treffen, die heeft het mis. Dus dit scenario had ik wel rekening mee gehouden. Dat moet je altijd in gedachten houden. Je hebt meer kans dat je niet wint, denk ik, dat je wel wint. En vooral op zo'n omloop. Maar ik was vandaag goed, maar niet goed genoeg om te winnen. Ja, hoe kan dit? Heb je hier een verklaring voor? Nou, iedereen heeft wel een verklaring. Maar goed, als je niet super bent op zijn dag en andere renners zijn beter. En vooral op zo'n omloop, dan kan het gebeuren. De druk en de spanning op jou, die was aardig opgevoerd. Bijna onmenselijk. Was het te veel voor jou? Nee, daar had ik niks mee van doen, denk ik. Op zo'n dag moet je eigenlijk niet te veel van mensen aantrekken en niet van te veel dingen aantrekken die op het parcours gebeuren. En dat heb ik ook niet gedaan. Ik heb gewoon mijn eigen koers gereden. En als je dan niet goed bent, dan is het gewoon heel jammer. Van de andere kant ben je ook geklopt door een goed collectief Belgen. Want die hadden de regie toch wel in handen, hè, deze wedstrijd. Ja, ik heb in het begin proberen om een mannetje te staan. Alleen dan zie je dat je een paar keer dat ze voorbij rijden. En dat Niels gewoon een mooie prik doet en wegrijdt. En ja, als je goed bent, dan maakt het niet uit of dat het België is of een Tsjech wordt nou nog tweede. Dus ze hebben gewoon allemaal goed gekoerst, denk ik. Je bent reëel, nuchter. Ja, je kan ook naar de kloten en zwaar teleurgesteld zijn, maar daar ben je niet. Nee, we gaan gewoon vanavond lekker een biertje drinken en weer verder. We moeten hier niet te lang mee blijven zitten, want daar heb je ook geen reet aan. Ja.